Voor tweede, derde en vierdejaarsstudenten is het inschrijfproces voor toetsen en herkansingen veranderd. Na de start van elk blok heb je een inschrijfperiode die voor jouw opleiding gecommuniceerd wordt via het studentennet. Gedurende deze inschrijfperiode kun je je dus inschrijven voor alle toetsen en herkansingen die voor jou van toepassing zijn. Noteer deze inschrijfmomenten dus in je agenda. Ja, als je je niet binnen deze inschrijfperiode hebt ingeschreven, dan ben je te laat. Echter, er is nog een na-inschrijfmoment, die ook gecommuniceerd wordt via het studentennet. Dit na-inschrijven moet je in persoon doen bij de front office in OV 2.43. Er kunnen nog plekken beschikbaar zijn, maar je hebt geen garantie meer op een plek. Oftewel, voorkom deze situatie. Hou het studentennet en je hogeschoolmail goed in de gaten. Nog vragen? Neem contact op met de front office via mo-frontoffice@hhs.nl.